Ja, ik ben geboren als zonneschildklier. Ik dronk heel slecht aan de borst. Dus er waren signalen voor mijn moeder dat het niet goed ging. En mijn kinderarts die heeft gelukkig heel snel ontdekt dat het aan de schildklier lag. waarschijnlijk ook schildklierpatiënt was. En gelukkig had hij daarvoor al iemand gehad. Dus daardoor herkende hij het ook snel. Ik ben in het ziekenhuis beland. 6 weken in het ziekenhuis gelegen. Vanaf welke leeftijd ik echt in de gaten had dat het schildklierpatiënt was of zo. En ik denk dat ik dan toch al wel wat ouder was. Nou, misschien een jaar of 12, 13 of zo. Dat ik echt wist dat het daarvan kwam. Wat ik begon te merken was eigenlijk dat ik veel moe was. En dat ik niet zo lang kon doorgaan als andere kinderen. En veel last had van mijn spieren en gewrichten. Veel spierpijn. Dat moe is eigenlijk wel het zwaarste, zeg maar. Concentratie, dat was ook wel een dingetje. Ik kon wel een tijdje concentreren, maar op een gegeven moment was dat gewoon uit. Was gewoon helemaal klaar. En dan zag ik om me heen dat iedereen gewoon lekker doorging met zijn taken op school of zo. Op school of in de klas. En dat ik dan echt gewoon. Ik hoorde het ook niet eens meer. Dus ik kon mijn gedachten er niet goed bij houden. En ja, dat was wel ook wel een dingetje waar ik wel veel last van gehad heb. In principe heb ik wel eigenlijk wel zoveel mogelijk alles altijd wel meegedaan. En ik denk misschien is dat ook een karakterdingetje. Maar ik denk eigenlijk dat ik wel dacht van, oh, als iemand zegt van, dat kun jij niet. Dan dacht ik, oh, let jij maar eens op. Vertel dus, als ik heel moe was, dan zei ik het ook eigenlijk niet. En dan ging ik misschien wel eerder naar bed of ging ik langer slapen. Maar dat zagen andere mensen dan eigenlijk niet. Dus die moeheid heb ik wel een beetje verdoezeld, zeg maar, naar andere mensen. Verder deed ik eigenlijk altijd alles mee. Waren er niet echt dingen waarvan ik dacht van, nee, dat heb ik echt nooit, nooit kunnen doen door mijn schildklierprobleem. Toen ik ouder werd, toen merkte ik wel eigenlijk dat ik op school wel meer tijd voor sommige dingen nodig had. Ik kon het allemaal wel goed volgen, maar ik had wel wat meer tijd nodig voor misschien met wiskunde of af en toe met lezen. En dat ik daar af en toe wat slomer in was. Maar eigenlijk heb ik verder alles wel een beetje kunnen volgen. Misschien heb ik een keer een jaar langer over een studie gedaan dan normaal zou zijn, maar ja. Het was maar een jaar, zeg maar. Het was niet extreem veel langer dan een jaar of zo. En op een gegeven moment was ik ook wel een lekkere puber. Dus ik wou stappen en ik wou leuke dingen doen. En nou ja, met die moeheid was dat natuurlijk ontzettend moeilijk. Dus ik ging soms van tevoren gewoon slapen. En daarna heel veel slapen. En ja, dat was voor mij wel een uitkomst, zeg maar. Maar daardoor vertelde ik ook niet heel veel aan andere mensen waar ik last van had. Dus iedereen dacht altijd wel, zij kan prima alles doen en zij heeft nergens last van. Maar ja, dat was een beetje een dubbele werking. Want ik wou eigenlijk ook wel dat iemand het zag dat ik veel last had. Of dat ik een paar dingen misschien eventjes niet mee kon doen. Maar ja, dat verdoezelde ik zelf ook eigenlijk wel heel erg. Mijn moeder die had eigenlijk over het algemeen probeerde ze zoveel mogelijk begrip te hebben. En ik snap ook wel dat het voor haar wel moeilijk was om het altijd te begrijpen. Maar ik heb me ook wel af en toe niet begrepen gevoeld. Omdat ik dan aangaf dat ik me echt, echt gewoon niet goed voelde of niet lekker voelde. En de kinderarts zei ook van, ja, niks aan de hand hoor. De waarden zijn mooi, dus niks aan de hand. Ga maar lekker weer een half jaar zo door. Dat ik echt dacht van, ja, maar ik voel me echt niet lekker. En dat mijn moeder dan eigenlijk ook wel een beetje zoiets had van, ja, maar de kinderarts zegt ook hoor dat het goed is, dus dan is toch niks aan de hand. Dat heb ik wel als moeilijk ervaren. Als de doktoren vooral zeggen van, nee, het is helemaal goed. Ja, terwijl ik voelde dat het niet goed was. Dus uiteindelijk heb ik juridische dienstverlening gedaan en twee specialisaties ook nog daarvan gehaald. En daarna heb ik eigenlijk een hele poos ben ik aan het werk geweest. Daarna heb ik kinderen gekregen. En toen ik 25, nee, 28, nee, 29 zelfs was,
Toen ben ik HBO-studie gaan doen. En daar heb ik 5 jaar over gedaan. En die heb ik ook afgerond. En daar ben ik heel trots op. Ik denk dat het voor andere ouders ook wel heel erg belangrijk is dat ze ook goed luisteren naar het kind zelf en goed kijken naar het kind zelf. Want als hun in de gaten hebben dat het niet lekker loopt en misschien het kindje het ook al kan aangeven en een arts zegt dat het wel goed gaat, dat je daar als ouders toch wel wat meer achteraan kan zitten van ja, maar het gaat niet goed, dat zien wij en dat geeft ze zelf ook aan, of hij of zij. Ik denk dat ouders daar best wel, ja. Misschien ook wel wat meer in kunnen betekenen. Nu. En dat je ook wel meer nu meer tegen een arts in zou mogen kunnen gaan. Dus is dat niet het beste advies. Maar ja, gewoon ja, luisteren naar het kind. Dat is echt wel, denk ik, het allerbelangrijkste. Maar als je zelf puber bent, denk ik dat het dan ook wel goed is om naar je eigen lichaam te luisteren. En dat kun je vooral in de puberteit, denk ik, wel heel makkelijk voorbij gaan. Maar dat je in die tijd ook wel, als jij je gewoon niet goed voelt, dat het dan ook niet lekker gaat. En dat is wel een dingetje wat ik eigenlijk in de loop van de jaren ook wel ontdekt heb. Dat als ik me niet goed voelde en ik ging prikken, dan waren mijn waardes ook niet goed. Dus eigenlijk heb ik ook wel een paar keer, een beetje met opzet, gewoon wel laten prikken in de periode dat ik me wel goed voelde, zodat ik dan zelf ook wat meer mijn waardes kon weten ja, wat voor mij het beste was. En wat voor mij het beste is, is voor een ander misschien niet de beste waarde. Dus het is echt wel persoonlijk. En ik denk dat dat ook wel heel erg in de gaten moet worden gehouden. Dat het echt een persoonlijke afstelling is en niet een algemene afstelling. Ik denk dat een hele goede tip nog is om ook zeker als ouders de waardes van het bloed altijd goed bij te houden. Zowel de TSH als de T4, als die allebei geprikt worden. Maar dat je die in goede tijden en ook in slechte tijden, maar ook zeker in goede tijden, dat je bij kan houden wat de goede waarde bij het kind is. En zo ontdek je denk ik op een gegeven moment wel een patroon waarop iemand zich wat beter voelt. En dat je dat kan zien, dat een kind wat beter te pas is. En dat je ook zeker kan zien wanneer het niet goed gaat. En dat je eigenlijk zelf al weet dat je dan kan gaan bloedprikken. Dus waardes bijhouden, en dat is voor mij een hele belangrijke geweest. Ik denk dat het voor ouders ook wel goed is om te weten dat je nu misschien ook wat makkelijker een second opinion kan aanvragen. Dat als je je niet prettig voelt bij een bepaalde arts, dat je toch echt wel wat makkelijker nu naar een andere arts kan gaan. En nou ja, internet is natuurlijk gewoon fantastisch. En schildklierorganisatie.nl, daar kun je natuurlijk heel veel informatie vinden. Ook voor de kinderen dan. En ja, ik denk dat het wel heel goed is dat je dan de andere ouders ook spreekt. Dat je weet dat je niet alleen staat voor de ouders zelf. Een jaar of 8 ben ik begonnen bij de schildklierorganisatie als vrijwilliger. Omdat ik eigenlijk het idee had dat ik met mijn ervaring op schildkliergebied eigenlijk ook heel veel anderen zou kunnen helpen. En ook ouders van kinderen die met CRT geboren zijn, misschien ergens al gerust kan stellen dat er goed mee te leven is. En dat mensen ook me wel vragen mogen stellen. En natuurlijk zal een antwoord voor iedereen anders kunnen zijn, maar ik kan me wel uit mijn eigen ervaring wel heel veel vertellen. Misschien wel geruststellend is, of waar mensen zich in ieder geval in kunnen herkennen. Dat is eigenlijk wel mijn grootste reden geweest om vrijwilliger te worden.